Ja, ik sta hier met vrezen en beven voor jullie. En daarom zou ik willen vragen even om dat iedereen in stilte voor zichzelf gaat bidden en voor mij, voor de prediking, hè, dat het dus goed overkomt en dat ik alles krijg, zo, alles kan doorgeven wat ik op mijn hart heb. Is dat goed? Hemelse Vader, dank u dat u onze gebeden hebt gehoord en dat u het ook wilt verhoren, Heere. Dank u dat we volkomen afhankelijk zijn van uw genade. Heere, dat we uit onszelf niets kunnen. Vader, en dat we de Heer Jezus mogen nazeggen dat hij uit zichzelf niets kon, maar dat hij alleen maar dat deed wat u hem gaf, Heere. En laat het ook vanmorgen het geval mogen zijn. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik wou beginnen met een tekst van Paulus uit de Galatenbrief. Galaten 2. Is het goed te verstaan overal? Ja? Ja? Galaten 2 en dan vers 19. En er staat dit. Galaten 2, vers 19. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, om voor God te leven. Datzelfde vinden we ook in de Romeinen. Maar even je vinger hierbij houden. Maar in de Romeinenbrief staat het ook. Romeinen 6. Romeinen 6. Vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan dat je wel dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Zo moet het ook voor u en voor mij vaststaan, dat we wel dood zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Even je vinger erbij houden, dan gaan we verder met die tekst in Galaten. Vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. En er staat ook in hoofdstuk 5, vers 24. Hoofdstuk 5, vers 24. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Nou, zelf vond ik deze tekst altijd een beetje buiten bereik, moet ik zeggen. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Het leek me heel erg moeilijk om met Christus gekruisigd te zijn. Dus dat je, net wat we net lazen, dat Paulus zegt van wie Jezus Christus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Ik denk, ja, jongen, dat red je toch niet, hè? Gewoon mensen die, hè, Paulus die kon dat zeggen en die had dat ook ervaren. En dat is ook het geheim van zijn wonderlijke leven, dat hij niet zelf leefde, maar dat Christus door hem heen dat allemaal deed. Maar een normaal mens zoals wij hier, denk je, ja, hoe doe je dat? Hè? Je vlees kruisigen, dat is nogal wat, hè? Maar daar wil ik het vanmorgen over hebben. Dat is veel meer binnen bereik dan dat we denken. Veel meer binnen bereik dan dat we denken. En het is zo vreselijk nodig ook, hè, dat we dit leven leren kennen van dat we niet zelf leven, maar dat Jezus in ons leeft. Dat Christus in ons en door ons leeft. Ik heb pas een nieuwsbrief gekregen van een meisje wat werkt in Mongolië. Die werkt nu in de winter, de komende winter in Mongolië, onder de daklozen. Dat zijn allemaal alcoholisten, hè? Want dat is de enige manier dat ze kunnen
ja, overleven. Dat, de meesten gaan, die sterven dus, die vriezen dood daar op straat. Want het is er vreselijk koud 's nachts. Maar het is de enige manier om, ja, dit te kunnen doormaken. Omdat door alcohol, dan kun je verdoven en dan merk je het niet meer. Hè? Dan ben je dus even weg van de wereld. En het is zo moeilijk om die mensen daaruit te krijgen. Ja, dat is, ik weet niet of je last hebt van slapeloosheid bijvoorbeeld. Ja, en je bent afhankelijk van medicijnen. En je hebt het niet binnen bereik, die medicijnen. Je moet het zonder die medicijnen doen. Dat is verschrikkelijk, hè, zo'n nacht. En dan lig je nog in je warme bed. Hier. Maar als je daar in Mongolië dus geen alcohol hebt. En de komende nacht moet je dus, ja, zonder die verdoving doormaken. Dat is zo verschrikkelijk. En zij werkt onder die mensen. Ik zal een heel klein stukje voorlezen. Sinds 2 maanden huren we een kelderruimte die wekelijks gebruikt wordt voor samenkomsten, voor daklozen. Die meer van God en de Bijbel willen horen. Steeds geregelder kwam deze vraag dat het tijd werd om daar meer mee te doen. Het liefst zien we dat de lokale kerk natuurlijk open staat voor daklozen, maar dat is niet realistisch. Kerkgangers vertrouwen de daklozen, dronken bezoeker niet, en blijven ver uit hun buurt. En de dakloze bezoeker is zich erg bewust van haar of zijn vuile uiterlijk, zijn vrouwen en mannen, hè? Hun geur en de starende blikken. Na een eerste bezoek zetten de meesten geen voet meer in de kerk en schrijven het geloof en God af door alweer een ervaring van afwijzing. Anderen blijven bewust van hun geestelijke honger, maar waar kunnen ze dan nog heen? God echter wijst hen niet af, maar staat juist klaar om zichzelf bekend te maken en hen liefdevol te ontvangen, om aanvaarding, erkenning, vergeving, hoop en hersteld leven te geven aan wie zich tot hem keren. En we merken Gods hart tijdens elke samenkomst. Hij brengt de juiste personen naar, en deze worden duidelijk gemaakt. Hij brengt de juiste personen en deze worden duidelijk geraakt door het woord en de liederen. Sommigen kijken er week in, week uit naar uit en komen trouw, al moeten ze nuchter komen. En dat is nogal wat. Een slapeloze nacht, dus in die kou, bewust en hevig bevend van de kou en ontwenningsverschijnselen, doordat de slaap enkel komt en de beving alleen maar stopt na de nodige drank. En toch doen ze dat, sommigen ervan. En zij moet die mensen motiveren en zij werkt onder die mensen. Ik denk, joh, ik denk dat is een onmenselijke taak, hè, voor zo'n meisje. Maar de enige manier waarop dat kan gebeuren is toch dat Jezus dat doet, hè, dat Jezus die mensen bereikt. Want hij is de enige die kracht heeft en inzicht heeft en wijsheid heeft en uithoudingsvermogen heeft en geduld heeft. Nou, alle eigenschappen die je maar kunt bedenken, die nodig zijn voor zo'n bediening. Hè, dus voor zo'n meisje is het zo vreselijk nodig dat ze dit met Paulus kan nazeggen. Hè, van, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Want dat is, als je het zelf moet doen, met 2 linkerhanden. En volkomen krachteloos sta je er tegenover. Maar als Christus in je leeft, ja, dan is het wel mogelijk. En dat was ook het geheim van Paulus. En van die eerste christenen ook. Hè, daarom kon er zoiets gebeuren dat in het Romeinse Rijk, dat het christendom zich ging verspreiden. Ja, met zoveel tegenstand en met zoveel moeilijkheden en duisternis, geestelijke duisternis. Ja, dat die christenen heel eenvoudig toch alleen maar rondtrokken en dat Jezus in hen zo leefde, dat hij het was die het deed. Ik denk, ja, eigenlijk moeten we dat allemaal kunnen. Hè? Dat moet al binnen ons bereik ook zijn, want we hebben allemaal toch onmenselijke opdrachten. Tenminste, als je echt de opdracht van Christus aanvaardt zoals hij dat heeft gezegd, hè, dat we... Ja, dat de redding van de wereld van ons afhangt. Ja, hij is weg van de wereld. En nou, al het werk wat er gebeuren moet, dat ligt in onze handen. Als wij het niet doen, doet niemand het. Dus wij hebben dat geheim moeten we leren kennen. En nogmaals, ik denk dat het veel meer binnen bereik ligt dan dat we denken. En ik spreek hier nog, ik ben hier al een paar keer geweest natuurlijk, dus jullie lopen nu het gevaar dat je bepaalde dingen voor een tweede keer hoort, of misschien wel voor de derde keer. He, want hele geestelijke kapitaal heb ik zo langzamerhand hier met jullie gedeeld.
Dus als ik bepaalde dingen weer wil, onder de aandacht wil brengen, dan kan het best zijn dat het iets is wat je al lang een keer gehoord hebt, maar het is de vraag natuurlijk wat je ermee gedaan hebt. Hè? En het is wel nodig af en toe, hè, dat zegt Petrus ook, hoorde ik net van Camille, die haalde het ook aan, een van de Petrusbrieven, dat hij door herinnering zijn luisteraars of zijn degene die die schrijft, wil wakker houden. En dat hebben we nodig, dat we door herinnering wakker gehouden worden. En dan wil ik toch weer teruggaan naar een keer dat we het hebben gehad over waarom is de Heer nou gestorven en opgestaan? En dat niemand eigenlijk, als je dat vraagt in de gemeente, praktisch nooit iemand met het juiste antwoord komt. Ja, wel met antwoorden, heel goede antwoorden. Maar het meest belangrijke antwoord ontbreekt dan meestal. Of altijd praktisch. En dat staat in, daar gaan we even dus terug, want dat is namelijk de oplossing van dit geheim. Van hoe dit binnen ons bereik kan komen, dat Christus in ons leeft. In plaats van dat wij leven. Dat staat in de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 5. 2 Korinthe 5. En dan 2 Korinthe 5. En dan staat het vanaf vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor alle gestorven is. Dus zijn ze alle gestorven. En dat is het geheim, hè? Eén is voor alle gestorven. En nu zijn we allemaal gestorven. Dat is gewoon een feit. Dat we allemaal in een bepaald opzicht zijn we gestorven. Dat heeft Jezus gedaan. En wat is gestorven? Dat kun je afleiden uit hetgeen wat er verder staat. En voor alle is hij gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem. Die voor hen gestorven is en opgewekt. En toen we dit behandeld hebben, toen hebben we duidelijk proberen te maken dat het leven voor jezelf het meest duivelse is wat er is. Het meest duivelse is wat er is. Dat de duivel is daarmee begonnen, met voor zichzelf te leven. En heeft ons er allemaal in meegekregen. Dat is de oerzonde. De original sin zou je kunnen zeggen. Dat leven voor onszelf, dat is zo verschrikkelijk. En dat hebben we niet door. Maar het mooie is dat Jezus dus dat leven voor onszelf eens en voor altijd door zijn vreselijke lijden en sterven heeft weggedaan. Dat hij dat op zich heeft genomen. Ik zal even tekenen. Zo, dat zijn wij weer, hè? Zo. Zo. En dan is het leven voor onszelf. Hè, dat is, allemaal hebben we zijn we ermee geboren, om zo te zeggen. Dat is bijna automatisch dat we leven voor onszelf. Hè? Als kind krijgen we dat mee. En dat leven voor onszelf, dat is dus onze zonde. Zo. De oerzonde. Leven voor onszelf. En dit is de schuld die dat met zich meebrengt. Zo. En wat heeft Jezus nu gedaan? Die is onschuldig aan het kruis gegaan. En toen heeft hij in zijn lichaam onze zonden, hè, dus de zonde en de zonde, alle gevolgen daarvan, alle uitingen daarvan, heeft hij in zijn eigen lichaam op het hout gebracht. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Ja, dat staat ook in de Petrusbrief. Even kijken hoor, de Petrusbrief. 1 Petrus, heel belangrijk, 1 Petrus 2, vers 24, die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Waarom? Opdat wij aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. Ja, dus ook hetzelfde weer, dat hij heeft deze zonden op het hout gebracht, opdat wij ermee op zouden kunnen houden en het zouden kunnen loslaten. Dus dit is die zonde, dat is het leven voor onszelf, dat is zo zou je het kunnen zeggen, dat alle zonden zijn daar een gevolg van het leven voor onszelf, alle verslavingen zitten eraan vast, alle ellende zit eraan vast, in het klein, in het groot,
in de politiek en in de gezinnen, in de gemeenten. Alles zit vast aan, kun je terugbrengen tot leven voor jezelf. En Jezus heeft eens en voor altijd dat leven voor onszelf aan het kruis gebracht. En hij heeft het weggedaan. En daar heeft hij de vloek voor ondergaan zo. En is daarmee gestorven. Heeft hij weggedaan voor eens en voor altijd, voor ons allemaal. We zijn allemaal, zijn we met hem daar, is dat gedeelte van ons is gestorven, is weggehangen. En daarbij ook natuurlijk de straf die dat met zich meebrengt. Zo. En nu is het de vraag of we dat, ja, van hoe komen we nou van het leven af? Daar kunnen we tegen vechten. We kunnen, hè, wat Paulus zegt, we kunnen proberen om dat zelf te kruisigen, maar dat gaat niet. Maar het is gekruisigd. En Paulus die kwam er vanaf doordat hij dat wist en dat hij dat geloofde, dat hij dat in geloof aanvaarde. Kijk, we zijn allemaal, voor zover we hier zijn, denk ik toch, dat we allemaal geloven dat Jezus onze straf heeft gedragen. En daarom zijn we van die straf afgekomen en hebben geloofzekerheid. Maar precies hetzelfde kun je geloven ook van dat hij niet alleen die straf van je heeft overgenomen. Nee, hij heeft die zonde die die straf veroorzaakt, heeft hij ook overgenomen. Dat is nog veel belangrijker. Want dan, daardoor kun je van het leven van jezelf verlost worden. Kun je er van loskomen, kun je het loslaten. Want we zijn al dood wat Jezus betreft. En het enige wat hij van ons vraagt is van geloof je dat? Geloof je dat net zoals dat hij voor je straf, dat hij ook je straf heeft gedragen? En daarom ben je van die straf afgekomen. Nou, je kan precies hetzelfde geloof kun je ook doen doordat je gelooft dat hij je het leven voor jezelf van je heeft overgenomen en heeft weggedaan, zodat je ermee zou kunnen ophouden. Nou, als je dat doet en je zegt van Heere, ik wil niet meer voor mezelf leven. Ik zie dat het de oorzaak is van alle ellende in mijn leven, in het klein en in het groot. En al mijn gewoonten en verslavingen en ruzies en huwelijksmoeilijkheden en in de gemeente moeilijkheden, al die dingen die hangen eraan aan vast, die zitten daaraan vast. Dus het is zo belangrijk, Heere, dat ik daarvan bevrijd word. En dank u dat u dat hebt gedaan voor me, dat ik er niks voor hoef te doen dan alleen maar het geloven dat u het hebt weggehangen. Jong, ik weet niet hoe ik het duidelijker moet maken, hè? Dus jullie zijn allemaal wat dat betreft echt hartstikke dood. He, dat leven voor jezelf, dat hangt hier. En het enige wat we nog moeten geloven is dat we net zo geloven dat die zonde, dat leven voor onszelf, daar is weggehangen als dat onze straf door Jezus is gedragen. Dat is precies hetzelfde. Precies hetzelfde geloof. En je hoeft er net zo weinig voor te doen als het verlost worden van de straf van de zonde. En als je dat dan doet, ja, dan, en je zegt, Heer, ik wil het loslaten, dan, laten we zeggen, hier, teken nog eventjes hetzelfde mannetje, of vrouwtje, wat is het? Zo. Zo. Ja, maar dan zit je hier met een vacuüm, hè, want dan raak je allerlei dingen kwijt, dan kun je allerlei dingen, die doe je dan niet meer, maar, ja, maar Heer, wat moet ik nu, hè? En dan krijg je dorst, krijg je honger en dorst. En dan weet je ook dat de Jezus is niet alleen gestorven, maar is ook opgestaan. Ik zal het even zo tekenen. En hij, dus is opgestaan, Heer Jezus, die is overal aanwezig nu. Eerst was hij alleen maar op één plek tegelijk, maar nu is hij overal. Dus in Christus. Dus hier is de Heer Jezus ook. En mag je weten dat als je dat leven voor jezelf hebt losgelaten, dat je dan in hem bent. Dat je zo, ja, hij is hier aanwezig. Hè, waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, daar is hij. En dan kun je in hem zijn en dan zeg je, Heer, ik heb dorst. Ik weet niet wat ik ermee moet doen. En dan zegt de Heer, als je dorst hebt, dan moet je bij mij komen, moet je drinken. En als je, dat staat in Johannes, allemaal hele bekende teksten die we allemaal uit ons hoofd kennen misschien wel zelfs. Maar het is zo belangrijk om dat te gaan beleven nu. Want dat is, even kijken hoor, Johannes 7. Johannes, zo. Johannes 7, vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende,
Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, die op mij vertrouwt. Ja, hier zit van, Heere, ik heb uit mezelf niks, maar alles wat ik aan waardevolle dingen nodig heb, dat vind ik in u. Alles wat ik nodig heb, dat hebben we net gezongen geloof ik. Hè? Alles wat ik nodig heb, dat vind ik in u. En dan zul je merken dat hij intocht, dat hij je leven binnenkomt met zijn opstandingsleven. Dit. En dat begint klein, hè? Want je bent natuurlijk, je begint als baby, om zo te zeggen. En dat mag dan groeien. En daar heb je anderen voor nodig die al verder op de weg zijn. Die kun je verder helpen met hoe je je Bijbel moet gebruiken, hoe je bidden moet. En wat je moet doen in bepaalde omstandigheden en zo. En dan groeit dat. Zo. Maar dat is dus wat Paulus dus bedoelt van Christus in mij. Dan is Christus in jou. En dat is dus binnen ons aller bereik, omdat alles wat daarvoor nodig is, hoeven wij niet te doen, maar dat heeft Jezus dus gedaan. En daarom kun je dan zeggen van, niet ik leef, maar Jezus, daar moet je iedere dag dan voor kiezen ook. Hè? Dat je dan, nou, ik omschakelen, hè, van je hoofd naar je hart. Zodat je het ook gaat beleven. Kijk, zelf bijvoorbeeld, maak ik daar gebruik van, dat levende water, als ik hier sta. En dan zeg ik, hè, wat ik net aan het begin zei, van ik heb helemaal niks. En ik ben, met vrees en beven sta ik hier, want als de Heer het niet doet, dan gebeurt er niks. Dus ik vertrouw helemaal op Christus in mij. Hè, dat kunnen jullie net zo goed als ik. Hè, van het beseffen van, uit mezelf kan ik niks. En als er wat moet gebeuren aan waardevols voor het Koninkrijk van God, dan moet Jezus dat doen. Nou, dat is dus het geheim van Paulus, van niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat is het geheim van iedereen hier die hier zit. Tenminste, dat kan het geheim worden van iedereen die hier zit. We gaan nou even verder, want ja, dit is Jezus in jou, hè? Christus in jou. Maar Jezus heeft vreselijk veel namen, hè? De Heer Jezus wordt, ik heb een hele lijst heb ik hier, van wat Jezus allemaal is. Hè? Hij is een vriend, hij heeft de deur, de weg, de waarheid, het leven, de grote hoge priester, de bevrijder, middelaar van een nieuw verbond, de broeder, wonderbare raadsman, vredevorst, eeuwige vader, bron van levend water, licht der wereld, goede herder, opperherder, leraar, profeet, onze wijsheid, onze rechtvaardigheid, onze heiliging, onze verlossing, onze hoop, onze vrede, de hoop der heerlijkheid, de heilige, de rechtvaardige, de leidsman ten leven, het lam van God, leeuw van Juda, opstanding en het leven, leidsman en volleinder van het geloof, de doorbreker, de voorspraak bij de Vader, de helper. Nou, dat is nog een heel klein stukje van die lijst. Maar elke naam van Jezus voorziet in een bepaalde behoefte die we hebben. We komen op allerlei plaatsen, we komen in allerlei situaties terecht. En op in elk van deze situaties kan Jezus dus degene zijn die volkomen overwinning kan geven, volkomen kan voorzien in de situatie waarin je zit. Daarom is het zo belangrijk dat als je nou dit principe wil gaan beleven, en dat is je geestelijke groei ook, dat je de Heer Jezus gaat leren kennen in al zijn hoedanigheden. Het is misschien wel grappig. He, dus ik heb last van slapeloosheid, ik ben op de goede weg gelukkig, maar ja, ik zit er nog wel mee. Maar dan denk je, ik leef niet, maar Christus leeft in mij, maar wat zou Jezus nou in mij moeten doen dan? Welke hoedanigheid kan ik op vertrouwen? Nou, als ik dan lees op de storm op het meer, lag hij te slapen in de storm, hè? Jezus, die kon slapen in de storm. Nou, dat kan ik dus niet. Dus ik moet gewoon leren nu om in zo'n situatie te zeggen van, Heere, ik kan het niet. Ik kan niet slapen op dit moment, maar u kunt het wel. En dan kan ik overschakelen van mijn hoofd van, ja, het kan niet, naar mijn hart van, hier is Jezus. En ik kan slapen in de storm. Heere, wilt u het dan door mij heen doen? Wilt u het dan in mij doen? En dan net zoals dat ik met spreken dus
kan rekenen op zijn aanwezigheid en op zijn kracht. En dat elke keer merk ik dat toch, dat het nog steeds werkt. Ja, kan ik het ook leren om op die manier ook net zo op de Heer Jezus te vertrouwen als degene die goed kan slapen. Klinkt raar, hè? Maar dat is wel zo. Ja, want dat is de enige die dat goed kan, hè? Dat hij slaapt in de storm. Nou, ik kan een ander voorbeeld geven. We hadden een keer veel contact, dat is een hele tijd geleden al hoor, met twee oudere dames. Die hadden de verantwoordelijkheid voor een conferentiecentrum in Hilversum. En die vertelden dat op een gegeven moment waren ze ten einde raad. Ze wisten niet meer wat ze moesten doen. Of ze mee door moesten gaan en waar het geld vandaan moest komen. Nou ja, vreselijk veel problemen hadden ze. En die zaten het over hun oren erin. Hè. En toen ging een van de twee naar een kerstsamenkomst. En daar werd die tekst voorgelezen uit Jesaja 9. Van een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en men noemt hem... Wat is de eerste? Wonderbare raadsman. En dat hoorden ze... Verdraait nog, nou dat, ik weet niet of ze dat gezegd heeft, verdraait nog toen, maar toen ging haar, dacht, joh, als de Heer Jezus in mij is, als de Heer Jezus als ik van de Heer Jezus ben en hij is in mij, en dat is zo, dan heb ik de wonderbare raadsman bij me. En een wonderbare raadsman, dat is een raadsman die nooit om raad verlegen zit. En toen kon ze, ja, kon niet anders, ze kon overschakelen naar die hopeloosheid en die hulpeloosheid waarin ze zaten en die radeloosheid ook, naar die wonderbare raadsman die ze hadden. En toen gingen allerlei deuren voor, er gebeurden allerlei dingen daardoor. Ja, want toen kon de Heer Jezus, die kon dus wat doen voor ze. Nou, dat is eigenlijk het geheim van, dat niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En daar ben ik nu mee bezig ook. En ik hoop dat jullie er ook mee bezig gaan, voor zover je het nog niet bent. Maar dat je voor elke situatie waarin je komt, waar je dus machteloos bent, dat je dus de bediening van de Heer Jezus leert kennen. En dat je leert om dan zo op hem te vertrouwen dat hij het overneemt. En dat hij dus zijn leven in je gaat leven. Want dat is toch de bedoeling, dat is toch het normale christelijke leven, hè? Dat niet wij leven, maar dat Christus in ons leeft. En doordat we weten dat, hè, doordat hij dat leven voor onszelf, hè, de optelsom van alle zonden, dat heeft hij van ons overgenomen, dat heeft hij, en allemaal zijn we al dood. En dat is het enige wat we moeten geloven, dat we dood zijn voor de zonde. Dat hij dat heeft weggedaan. En dan komt die weg open van, nou, dan kan ik het loslaten. En dan kan ik zeggen, nou heren, ik leef niet, maar u leeft in mij. En voor zover je nog in die overgangsfase zit en iedere keer weer in nieuwe situaties zit en elke keer toch weer, ja, toch dat moet leren met vallen en opstaan. Hè, dan zegt Paulus ook voor zover ik nog in het vlees leef, hè, dus nog niet dit ten volle in deze situatie heb bereikt. En dan vertrouw ik er gewoon op dat ik in hem ben en dat hij het me gaat leren. En dat hij daar de verantwoordelijkheid voor wil nemen. En in dat proces zit ik dus. Hè, dat ik iedere keer moet zeggen, heer, wilt u me toch leren? Want ik moet toch zoveel leren, mensen. Merk ik. Ik heb nog zo'n gebrek aan zicht op van wat de Heer allemaal voor mij kan doen. En in mij kan doen. En door mij kan doen. Het is een hele korte preek, hè, van mijn doende hier. Hè. Maar ik hoop echt ik hoop dat het vreselijk duidelijk is. Zeg dat nu eens. Hè? Moet je zeggen, dat ik hoop dat vreselijk duidelijk is. Ja. Ja. Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, het is makkelijk eigenlijk, hè? Makkelijk. Ja, je hoeft niks te doen. En maar voor elke nood waarin iedereen hier zit, hè, en degene met de grootste nood, die zit hier ook. En maar is toch, heeft Jezus toch een naam die daar precies op past. En dat je daar toch gebruik van mag maken. Ik weet niet of je die lijst kent, sommigen die hebben zo'n lijst wel, al die namen van Jezus. En dan kun je zelf invullen
in welke nood dat voorziet. He, bijvoorbeeld als je volkomen in een uitzichtloze situatie zit, en het vliegt je aan als je op bed ligt, 's nachts, meestal is dat zo, he, dan kun je zeggen, oh wacht even, he, niet ik leef, maar Jezus leeft. En wie is Jezus? Dat is de goede herder. En een goede herder die weet altijd de weg te vinden. He, God wijst mij een weg. Als ik zelf geen uitkomst zie, langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij zijn wil bekend of zo. He? Je kent dat liedje, een prachtig liedje is dat eigenlijk toch. Ja, maar dat, ja, dan is Jezus je goede herder. En soms heb je een hele periode dat het zo voor je gaat leven, dat je daar genoeg aan hebt in een hele periode. He, dat je zegt, oh, daar kan ik volkomen dorst mee lessen. He, maar dan kom je toch weer in een andere situatie en dan blijkt dus dat bepaalde dingen die eerst zo mooi werkten, die werken dan niet meer zo. En dan krijg je behoefte aan nieuwe namen van Jezus. Van hij is voor geen gat te vangen. Nou, dat is een beetje een oneerbiedige uitdrukking, maar Jezus is voor geen gat te vangen. Hè. Dat, hij voor alle nood heeft hij een oplossing. He, er liep een keer een sandwich, dat heb je in Londen. Hè. Daar heb je van die mensen die met zo'n sandwich reclame lopen. Hè. En er stond op van, Jezus is het antwoord. En dan vroegen de mensen, ja, wat is de vraag eigenlijk? Hè? Maar het is natuurlijk wel zo. En er liep een andere, dat is een andere grapje hoor, die liep ook met, ik ben een gek voor Christus. Liep zo met het centwoord, hè. En mensen, ja, die is gek. En dan keken ze om, wat er op zijn rug stond, wiens gek ben jij? Nou, dat is de vraag, hè. Rare preek eigenlijk, hè. Maar ik kan het ook niet beter. Ik heb gezegd wat ik op mijn hart had. Zo even stil zijn, dat iedereen voor zich, ja, even tegen de Heer Jezus zegt van ja, wat, even bedankt ook voor deze oplossing, hè, dus dat je net zo verlost kan worden van je zonde als van de schuld. Hetzelfde geloof is dat. En dat je dan honger en dorst krijgt, want dan krijg je een leeg hart. En dan zegt iedereen, nou, dan ga ik je vervullen met het levende water. En dat is hetgeen waar ik gebruik van maak als ik dit soort werk doe. Hè. Dus ik zeg, oh, hey, u bent gelukkig, u bent de bron van levend water. En overal waar ik kom worden de mensen nat, hè, als het goed is. En daar vertrouw ik dan op. En tot mijn verbazing werkt dat dan. Gewoon omdat je geen andere kant, je hebt geen andere oplossing, je hebt geen alternatief. Dus je moet wel. Je hebt ja gezegd, want je staat op de lijst. Nou, dan zie je er tegenop. En dan, nou, Heer, ja, God zegene de greep, zei je dan maar. Hè? En dan doe je dat en dan werkt dat. Zo even stil zijn, dat iedereen voor zich even de Heer dankt. En vraagt van, Heer, wilt u mij die weg ook wijzen, dat ik dat ten volle ga ervaren. Hemelse Vader, dank u dat u de Heer Jezus hebt gegeven, Heer, uw Zoon. En als wij uw Zoon in ons hart hebben, dan is het ook dat we op hem vertrouwen, dat we dan ook een open deur krijgen naar u, Vader. Want dan bent u ook onze Vader. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij, dat is de Zoon. En dan ben ik ook een kind van u en dan heb ik ook die open hemel. Vader, en daar dank u voor en ook, ja, die bron van levend water dat ik mag beleven, Heer. Maar er zijn zoveel andere dingen die ik ook nog mag gaan beleven. En iedereen die hier zit, die is weer in een heel andere situatie. Er zijn heel andere uitdagingen. Vader, we danken u dat u in de Jezus het antwoord hebt gegeven op al onze ellende, op al onze vragen en op al onze nood, Heer. Hij is de bron van alle kennis en van alle wijsheid ook, Heer. Dank u dat als we in wijsheid tekort schieten, dan kunnen we ook daar gebruik van maken. Heer, het is onvoorstelbaar wat we hebben gekregen in de Heer Jezus. En wat voor deuren dat opent naar een leven waar geen beperkingen aan zijn. Heer, ook als we in vreselijke situaties terechtkomen, we weten niet wat de toekomst gaat brengen. Vader, maar we hebben zo'n behoefte aan een heldere openbaring van wat u ons hebt gegeven in de Heer Jezus. Vader, zodat we er ten volle gebruik van kunnen maken. Heer, dat we onaantastbaar zullen zijn. Ook wat betreft onrecht, Heer, dat hebben we ook al eens behandeld, Heer, dat u
ja, dat we dan mogen gebruik maken van de rechtvaardige rechter. Heer, dat u onze rechtszaken zelfs behandelt. Dat we daarop mogen vertrouwen en dat er ook hele wonderlijke dingen gebeuren dan als we dat doen. Heer, hartelijk dank voor al deze zegen. En wilt u onze ogen openen, Heer, en ons honger en dorst geven naar meer van wat u te geven hebt in de Heer Jezus. En hoe we daar gebruik van kunnen maken. Dank u dat we u mogen vragen in de naam van de Heer Jezus. Amen.